Goedemorgen. Dag Lulu. Dag Lulu. Ik ga je helpen. Ga je mama helpen? Wie is dat, Guus? Nou, limonade. De boodschappen zijn hier gebracht, dus we hebben... heel veel limonade. Wat zei je? En heel veel cola. En heel veel limonade, want Wessel houdt ook een beetje lemon. Zeg een limonade normaal. Oh, limonade. Als je ooit een keer klaagt dat ik geen gevoel voor pijn heb... Ga douchen. En dan cola met wat minder varianten, maar wel net zoveel flessen, maar dan in dezelfde varianten. Als jullie wat horen, Wessel komt binnen en de tv staat aan. Ik heb eieren, 2. Ik heb een guacamole dip, een taco dip, mini taco's. Dan heb ik een goulash en 2 stroganoff saus mixen. Dit is lekker met geruld gehakt gewoon, die stroganoff ding. Taco's en bouillon, drinkbouillon, kip. Nou, aardappels, wraps. Dit is voor de honden, lekker te snijden. Wat shampoo en douche, schuim. De zonnebloemolie had ik al. De pindakaas, een pastasaus. 2 keer boerenkool, voor tweede kerstdag. Bij de tweede kerstdag had ik boerenkool. Eieren had ik nog over, dieren eten komt bij de Lidl vandaan. Spruiten, puree, groentebouillon en nog een chicken taco mix en een stamppot boerenkool. Dan heb ik sinaas snippers, lekker. Chili con carne 3, Cervero appelmoes, want bij Jan Roos proefkanaal kwamen die goed uit de verf, zeg maar. Een taco salsa. Dan heb ik hier 2 van die Grace noten dingetjes. Dat vind ik best wel lekker om mee te nemen naar school. Internaat, kan die s'avonds lekker wat snijden. Naked blueberry. Dan heb ik naked repen pecan pie. En berry delight. Oeh, dan heb ik pindakaasrepen naturel. En 2 keer Belvita softbakes. Oh, alles valt. Lijkt wel een aardbeving. 2 keer rozijnenbollen tukjes. Tutti frutti voor Dennis. Dat vindt Dennis lekker. Zoute crackertjes. Green crackers. En dan heb ik hier tortilla chips naturel en nacho cheese. Ik zet met mijn dikke pens weer de magnetron aan. Dan heb ik hier toosjes. Daar ook. En hier cheddar kaaskoekjes. Parmezaanse kaaskoekjes. En gerijpte kaas. Ja. Cashewnoten. Crackers. En hier nog een keer tortilla chips. Kwark. Dan heb ik deze voor Wessel en voor Dennis, want die houden niet van ontbijten. Ik heb voor Wessel ook nog een aantal van die breker dingen, vindt hij lekker. Dan heb ik voor op de toosjes, want we gaan Dennis de suiker naar beneden halen met wat gezondere. Beetje wazig is het. Sorry, even zo. Baba ganoush, baba anoush, hummus. En Yassara, nou, ik weet niet, Dennis moet er gewoon aan wennen. Mozzarella, 2 groentemixjes, kleintjes voor ons. Dan heb ik een aardappelsalade hier beneden. Huzarensalade en koolsla voor de pulled chicken ga ik maken. Dan heb ik hier wat vleeswaren, peperservelaat, geelham en kip. Kaas. Maar hiervan ben ik het een en ander vergeten, denk ik. Want 1 plakje oude beemster is niet genoeg, hè? Boter, falafel, een heleboel kip. Kipworstjes, 4 keer gehakt en geraspte kaas. Dit is het, jongens. Ik heb in ieder geval 4 van die ontbijtdranken gekocht. Nou, daar hebben ze wel genoeg aan.
Dit is het. Ik mis wel. Oh, en ik heb wel dingen gratis gehad. Geen idee. Wat heb ik gehad? Een Vifit Energy Gel Performance. Best wel een sporter, dus dat geef aan hem. Vitacraft Treaties Bits. Nou. Cereal Puur met stevia. Nou, ik kan niet tegen stevia, dus dit mag Dennis opeten. Pure chocolade mag hij hebben. En een doosje van Eru. En dit zal ik wel besteld hebben, maar dat weet ik misschien gewoon niet meer. Goudkuipje. Nou, ik kan me niet herinneren dat ik het besteld heb. Oh, met komijn. Oh, wat lekker. Nee, dat heb ik niet besteld. Maar ik vind het wel heel lekker. Ik ga het opruimen. En dan gaan wij naar Batavia Stad. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende weer. Doei doei.